radiateur is vervangen. En ik ga nu even controleren of er geen vloeistoflekkage is van de koelvloeistof. Of alle slangen er goed aangedraaid zijn en alles dicht is. Dus dat ga ik even checken. Tijdens het proefdraaien straks bemerkte ik wat olielekkage. Dat druppelde hierop en waar komt dat vandaan? Dat komt van deze sensor af. Dat is een oliedruksensor. En die oliedruksensor die lekt daar. Dat druppelt constant olie uit. Dus die moeten we ook nog vervangen. Ik heb de oliedruksensor eruit gehaald. En dat is deze. En dat is een bruine. En je ziet al dat die... Er komt olie uit. Dus daar, die lekt daar op. En dan begreep ik dat er een vervangende voor was. En dat is de blauwe. Kijk, en dat staat hier onderop. Er staat 0,15 tot 0,35 bar. Dat is de, was voor de oliedruk. En deze die loopt tot, de oude loopt tot 0,45 bar. Maar dit schijnt een vervangend type te zijn. Dus we gaan deze erin zetten. En dan zie ik gauw genoeg of het werkt, ja of nee. In ieder geval, dat is wel belangrijk, want dit zijn allemaal, dit zijn ook oliedruksensors, maar dat zijn allemaal verkeerde. Ik moet de blauwe hebben, dus die gaan we er maar in zetten. Nou, daar zit de oliedruksensor. Zit er verderop zit er nog een. Zit er boven elkaar. Maar die lekt niet. Maar deze die was dus kapot. Dus ik ga even het hoesje er weer omheen zetten. Zo. Dan gaan we de motor starten. Dan gaan we eens even kijken of dat het werkt allemaal. Nou, alles werkt weer. Alles is droog. Dus ik ga deze bak weer vastzetten. En dan even de rommel opruimen. Al mijn gereedschap en mijn andere troep. Ga ik weer even opruimen en dan zijn we klaar. Kunnen we toch naar het weekend. Zo, het gereedschap weer netjes opgeborgen. Haha, gelukkig, we zijn weer klaar. Nou, de bus is weer klaar, dus we kunnen gewoon naar het camperweekend in Nunspeet. Ben je nou een regelmatige bezoeker van mijn YouTube kanaal
En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste video's.